Als je deze video kijkt, ben je waarschijnlijk een gamer. Of in ieder geval, je denkt zelf een gamer te zijn. Maar wat maakt nou precies een gamer? Dat is de goede vraag van deze week, want jawel, Noah Waltje vroeg op YouTube: vanaf welk moment is iemand nou precies een gamer? En wij van Gamersnet zijn daar natuurlijk wel een beetje in toe. Daar kunnen we over speculeren. We gaan het hebben over het woord gamer en wanneer ben je er een? Hier zijn onze antwoorden op de vraag: vanaf wanneer is iemand een gamer? Wat is een echte gamer? Dat is een vraag waar ik kritisch op ben. Het is een kritisch antwoord. Je bent niet een gamer als het in jezelf komt. Je bent niet een gamer als je helemaal vanuit je chakra's en vanuit je aura allemaal, I don't know, Minecraft blokjes lekt. Dan ben je geen gamer. Nee, je bent geen gamer als je 120 uur League of Legends hebt gespeeld. Je bent geen gamer als je heel dag Fortnite en Minecraft aan het kijken bent op YouTube. Dan ben je geen gamer. Als jij van de top 2% games die bestaat weet wat het is, ben je geen gamer. Dus gamer zijn zit niet in je. Wat is dat? Een hippie meuk. Wat is een echte gamer? Een echte gamer wil weten wat er speelt in de games. En dat betekent dat je niet alles hoeft te hebben. Dat betekent dat je absoluut niet alles hoeft te spelen. Maar dat betekent wel dat als je bijvoorbeeld een PlayStation hebt, dat je in ieder geval weet wat Halo is. En wat het ongeveer inhoudt of Sea of Thieves of whatever. En het geldt ook andersom. Als je een Xbox game bent, dan weet je in ieder geval wel wat Uncharted en God of War is. Als je een soort van algemene interesse hebt naar dit gekke, leuke, grappige, weirde industrietje, dan ben je een gamer. Want dat betekent namelijk dat je bezig bent met een hobby en dan mag je jezelf gamer noemen. En dan weet je gewoon iets meer dan alleen maar die 2% games die populair zijn op YouTube. Dat is het. Je bent gewoon een gamer als je interesse hebt in meer dan alleen maar dat kleine eilandje waarop jij zit. Ik vind het een hele interessante vraag. Ook vooral omdat ik hem zelf wel eens krijg van: maar ben jij een gamer? En ik denk, ik weet niet, ben ik een gamer of ben ik een mens die computerspelletjes speelt en af en toe ook op de console en op de DS en op de telefoon. Maar een hele tijd terug was het natuurlijk wel dat heel veel mensen zaten janken: nee, alleen maar mannen spelen games. En toen werd er in onderzoek gezegd: nou nee hoor, kijk maar, vrouwen doen het ook, maar die doen het vooral op hun telefoon. Spelen ze Candy Crush en weet ik veel, Farmville. Dus aan gamers is ongeveer 50-50 wat man en wat vrouw is. Dat zie ik dus niet zo. Want je bent een gamer, in ieder geval een gamer zijn, die zit heel anders dan iemand die computerspelletjes speelt. Of af en toe even een spelletje op zijn telefoon. Ik denk ook niet dat als jij heel veel spelletjes op je telefoon speelt, dat je een gamer bent. Dan kan je natuurlijk wel een vervent mobile gamer zijn, maar ik denk, het vraagt iets meer. En wat dan? Dat is natuurlijk eigenlijk de vraag, hè? Ik denk dat je misschien wel verknocht moet zijn aan of één genre of één franchise en daar dan het een en ander van moet weten. Je hoeft niet per definitie een collectie te hebben of allemaal dingen in een hoesje. Maar weet je moet ergens kunnen laten zien dat je iets meer computerspelletjes speelt dan eentje. En als je voor 2 weken niet hebt kunnen gamen, dat je toch al denkt, hey, potverdorie, moet ik tijd voor maken. Het moet een hobby zijn. Het moet echt oprecht dat je kan zeggen als mensen van je vragen: goh, wat doe je graag in je vrije tijd? Wat is je hobby? Dat je dan zegt, ik game. En daarvoor ben ik een gamer. Noah, wat een ontzettend leuke, terminologische vraag, zou je bijna kunnen zeggen. Ik vind hem heel interessant, want inderdaad, wat maakt nu eigenlijk een gamer? Nou, kijk, het leuke is dat in de onderzoeken, als het gaat over dat ze gamers gaan onderzoeken, dan zeggen ze altijd van, oh oké, als jij een game speelt, ben je automatisch een gamer. Dus dat is in heel veel gevallen, weet je, als je moeder Candy Crush installeert op de mobiel, is ze feitelijk een gamer. Ik denk dat wij als Gamersnet, notabene een netwerk van gamers, dat wel iets anders zien. In mijn ogen is een gamer iemand die niet alleen spelletjes speelt, maar ook zich een beetje probeert erin te verdiepen. Dus niet zozeer dat je alles weet van alle games, maar dat je wel een soort van op zoek bent naar nieuwe spellen, naar nieuwe ervaringen en dat je ook weet hoe je dat kan waarderen. Dus bijvoorbeeld iemand die elk jaar de nieuwe FIFA koopt, maar verder nooit kijkt wat hij kan beleven op een PlayStation of een Xbox of op PC of op Nintendo Switch, dat vind ik iets minder een gamer dan iemand die daadwerkelijk actief zoekt naar nieuwe ervaringen. Naar, weet je, af en toe probeert hij een keer een early access game, je praat met andere gamers om te ontdekken wat de goede games zijn van het moment en waar misschien wel pareltjes zitten die nog uit moeten gaan komen. Dat vind ik dan echt een gamer. Dat ik denk van, ja, daarmee kan ik me identificeren. Dat zijn de gasten die op zoek gaan naar leuke YouTube-video's van games.
die op een website als gamersnet.nl lekker gaan discussiëren over games. Wat maakt een goede game, wat maakt een slechte game. Dat is my kind of people, zou je kunnen zeggen. En ja, in wezen is dus eigenlijk iedereen die een spelletje speelt een gamer. Ik zou willen zeggen dat een echte gamer, om het maar even zo te stellen, dat die wat meer een soort van avonturier is in onze industrie. Nou ja, goed, dat is in mijn ogen een gamer, maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat maar weten. Wat een ongelooflijk goede frag, Noah. Wat maakt mensen een gamer? Ja, je hebt natuurlijk heel vaak eigenlijk dat als je zegt dat je een gamer bent, dat mensen iets hebben van oké, is dat dan je hobby? Of ga je ook cosplayen of LARPing? Dat is ook wel wat heel veel mensen dan gelijk ermee associëren. Of überhaupt eigenlijk gewoon geeky nerd culture. Maar er zijn tegenwoordig natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die gewoon een FIFA spelen of een Call of Duty spelen. Of eigenlijk ja, meer de casual gamer zijn, zoals ze dat dan noemen. Maar als je naar mij vraagt, is het antwoord denk ik relatief ja, filosofisch of toch soort van straightforward. Ik weet niet precies hoe je het moet labelen, maar dat mogen jullie lekker doen na mijn antwoord. Ik denk namelijk dat het enorm ligt aan de argumentatie. Wat ik namelijk heel erg merk, is dat er soort van twee groepen mensen zijn vaak wat betreft meningen. Je hebt de groep die meegaat met de mening van de mainstream. En je hebt een groep mensen, als iedereen A zegt, vinden zij het zo fijn om dan meteen daarna B te zeggen. En dat vind ik zo irritant. Dus bijvoorbeeld iedereen zegt, oh, dit is echt een goede game. Er is er altijd wel één zo'n pretentieuze lul tussen, die dan zo is van, nee, ik vond hem eigenlijk best wel overhyped. En dan denk ik, dat is prima, je mag die mening hebben, maar ik vind persoonlijk meningen echt leeg als er niet goede argumentatie bij is. En ik denk dat je daaraan ook kan zien of iemand een gamer is. Want ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, iemand die elk jaar alleen maar FIFA speelt is echt geen gamer. Maar er zijn genoeg mensen die oprecht FIFA spelen en sportgames spelen, maar daadwerkelijk ook echt heel veel verstand hebben van gaming. En ik denk dat je dat het beste kan zien dat als je aan iemand vraagt, joh, niet alleen waarom, of niet alleen vind jij FIFA een goede game? Of vind jij überhaupt een game goed of niet goed? Of wat vind je hiervan wat er gebeurd is in de gamingwereld? Maar voornamelijk vraagt, waarom vind je iets dan een goede game? Vind ik het gewoon een game omdat ja, lekker simpel is, lekker spelen, ja, ook wel van? Of kan jij echt in-depth antwoord geven op zo'n vraag? En kan jij echt meer vertellen over een game en mij informatie geven die ik nog niet wist? Ik denk als je dat doet, dat je dan echt een gamer bent. Wat maakt iemand een gamer? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Een van de betere die ik hier heb gehad bij Goeie Frek. Complimenten. Wat iemand een gamer maakt is natuurlijk moeilijk te definiëren. Want iedereen heeft daar zijn eigen idee bij en zijn eigen beeld. Voor sommigen is een gamer iemand die 48 uur per dag, bij wijze van spreken, aan het gamen is. En voor iemand anders is dat iemand die het al leuk vindt om samen met vrienden een aantal spelletjes te spelen. Ik denk dat een gamer is niet iets wat je bepaalt, maar is iets wat je vanuit jezelf voelt, wat je bent. Voor mezelf ben ik een echte gamer als ik er echt mijn passie en mijn emotie in kwijt kan. Bij sommige games word ik echt helemaal ingezogen, ga ik helemaal op in. Voor sommige mensen kan het zijn alsof je een goed boek leest of een goede film of serie kijkt. En voor mij doet het echt zijn best als ik een goede game speel. Zoals bijvoorbeeld, ik vond Uncharted-serie vond ik echt fantastisch. Dat is echt, het speelt ook een beetje als een film. Daar word ik echt helemaal ingezogen. En dat, daar kan ik echt mijn hele ei in kwijt. Ik zie mezelf als een echte gamer, omdat ik mezelf zo kan verliezen in games. En ik denk dat dat best wel mooi is. Zodoende, daar heb je het. Dat is wat wij denken wat een gamer maakt. Wanneer ben je nou één van ons? Wanneer ben je een gamer in hart en nieren? Kun je er zelf mee identificeren of zeg je nee, ik vind eigenlijk een compleet andere doelgroep al een gamer? Laat het ons vooral weten in de comments en natuurlijk, we zoeken weer van dit soort vragen om te kunnen beantwoorden. Bedenk iets leuks, iets wat te maken heeft met de industrie, iets over goede games, slechte games. Het maakt niet uit. Als jij een creatieve vraag hebt waar wij leuke antwoorden op kunnen bedenken, dan behandelen we dat graag in een nieuwe Goeie Frek. Dat is natuurlijk volgend weekend weer te zien op Gamersnet en op YouTube. Ik was Tom van Gamersnet.nl. Kom eens langs op de website als je denkt een echte gamer te zijn en je meer wil weten over de spelletjes die je speelt. Ben je daar altijd welkom. En natuurlijk laat het hier weten in de comments. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug.